Goedenavond, ik ben David Geerts. Ik sta tweede op de Kamerlijst voor SPA. Dat is wel over de keuze natuurlijk, want ik denk dat de inzet van deze verkiezingen enorm belangrijk zijn. Mensen gaan moeten kiezen tussen een model voor sociale welvaart, gezondheidszorg, pensioenen, maar zeker en vast de werkstelling en kansen voor jongeren, of een model van sociale afbraak. En vandaar dat ik nog meer dan ooit 100% voor deze campagne wil gaan, omdat ik denk dat het van essentieel belang is dat we voor een warm Vlaanderen kiezen en niet voor een kil Vlaanderen waar het recht van de sterkste geldt. Ik kom natuurlijk niet alleen op in IJsselmeerberg. Zoals je weet zijn wij vanaf deze legislatuur deel van het Schepencollege. En samen met mijn collega Schepen Kelly van Tendelo gaan wij hier in IJssel campagne voeren. Kelly is een bekwame jonge en jeugdige schepen die zeker en vast een meerwaarde kan betekenen. En natuurlijk steunen wij in onze regio ook onze lijsttrekker Caroline Genet, omdat zij de nodige ervaring heeft en alle vertrouwen heeft om in het Vlaams parlement een grote rol te spelen.